de gloednieuwe brandweerwagen van Maasbree moest zondag al gelijk in actie komen. Niet voor een echte calamiteit, maar voor verschillende demonstraties. Nou, deze auto is op zich niet speciaal, maar het is een nieuwe auto en deze voldoet natuurlijk aan de hedendaagse arbo-eisen die aan zo'n voertuig gesteld worden. Maar het ding is voorzien van een aantal systemen. In elk geval, de chauffeur die heeft het zicht rond de wagen, omdat de auto voorzien is van camera's die rondom zitten. En daarmee kan hij een 360 graden beeld zien van wat er om het voertuig gebeurt. Burgemeester Delissen onthulde het nieuwe blusvoertuig. Ik heb voor het eerst, nou volgens mij in de geschiedenis, de angstketen omgedaan over de brandweerjas. En ik moet zeggen, het staat goed. Het is natuurlijk ook een van de wettelijke taken van de burgemeester om het opperbevel te hebben bij branden en grote calamiteiten. En ik dacht, laat ik vandaag maar de keten dan omdoen, want die hoort daarbij. Lang was de toekomst van de brandweerposten in Pelemaas en de regio onduidelijk. Er werd meer dan 20 jaar gesproken over het behoud of verdwijnen van de posten. Met de komst van het regionale brandweerplan is gekozen om de 5 posten in Pelemaas te behouden. De veiligheidsregio Limburg-Noord heeft 5 nieuwe voertuigen van dit type aangeschaft voor de brandweer in Zevenum, Baarlo, Maasbree en Weert. Het voertuig heeft een ladderpakket. Vroeger moest je, als je de ladder nodig had, moest je op het dak klimmen. Dat hoeft tegenwoordig niet meer. Wij laten de ladder gewoon naar beneden komen. En dat zijn allemaal zaken natuurlijk die het werken met deze auto een stuk makkelijker maken, maar vooral veiliger. En daar gaat het om. Je ziet wel dat het vanaf komt. De enige manier om een frietver te blussen. Tijdens de open dag van afgelopen zondag waren er diverse demonstraties en stands van hulpdiensten.